Ja, dit is weer NAC TV bij Breda Nu. Afgelopen vrijdagavond, NAC Fortuna Sittard. Je zou trouwens maar een vlag hebben. 5 keer heen en weer moest hij rennen. Oftewel, NAC Fortuna Sittard, 5-0. Magnus, 5-0 overwinning thuis tegen Fortuna Sittard. Ik denk dat ik hier een tevreden trainer zie. Ja, zeker. Het was natuurlijk een vervelende week. Met vorige week met het dubbelprogramma waar we slecht uitgekomen zijn. Dus dan is het gelijk even een kleine sportieve crisis. En ja, dat past ook bij de club. Dat hoort er ook bij, vind ik. Dus daar moet je mee om en gaan. Ja, wat andere keuzes gemaakt vandaag. Ja, het uiteindelijke resultaat is prima en ook heel veel goed voetbal gezien. Dus wat dat betreft, het enige vond ik dat we de 8-9 hadden moeten maken. Maar voor de rest valt er weinig op aan te merken vanavond. This is your home debut. You immediately score a goal. How does it feel? I'm really happy about my score, about all NAC stuff, all teammates, all city. I really feel happy in Breda. Everybody. Take your time. Everybody's friendly against me. And I really like this because I'm away at my home. I try to live another country, and it's always hard. But everybody are good in Breda. Every staff, every teammates. I hope I will score a lot of goals, and we will be happy together. Yeah,
je hebt nou wel een mooie statistiek vol te houden. Want elke keer als Graddame in de basis start, wint NAC. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja. Dus de komende weken verwachten we jou wel in de basis en dat je het omhoog houdt. Ja, ik hoop het ook. Weet je, niet eens aan de trainer, maar ik hoop het wel. Ja, je hebt eindelijk één kans echt gehad op doel. Volgens mij scoor jij niet zo vaak. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk, dat weet jij beter. Je krijgt een hele mooie voorzet van Mulder. Heel mooie boogbal en je kopt hem ook wel heel scherp in. Train jij daar ook op doelpunt te maken? Nou ja, ik heb vroeger in de jeugd wel redelijk veel gescoord. Maar de laatste jaren uit al wat minder, omdat ik wat verdedigender speelde. Maar ja dus, ik train er niet extra op of zo, maar ja, gelukkig pakt het vandaag goed uit. Want je zegt het zelf al, je husselt je helft al wat door elkaar. Is dat een heel bewuste keuze geweest? Nou ja, hier nou wel natuurlijk. Hè. Kenny van der Weg was geschorst. Dus dat was dan sowieso een vervanger. Matsoetjes is terug van de schorsing. Dus dat zijn twee logische die dan wisseling. En uiteindelijk hebben we dan inderdaad Oers Matic en Joey Chuk eraf gehaald. En een groot naam neergezet. Omdat ik op zoek ben naar wat meer voetbal op het middenveld vooral. We hebben wat andere bezetting gekozen vandaag met de punten voor het spelen. Met Divine na het spelen. Ja, ik vind dat het minder goed past bij Matic en bij Chuk. Omdat die wat meer van het lopen moeten hebben. En nu hebben we meer met Gaudame en Rooney twee passes. En één creativiteit daar tussen met Divine na. Dus ja, dat beviel me wel vandaag. Maar dat is wel een hele bewuste keuze, ja. Hey, maar je zit nou een jaar echt bang bij NAC. Je mag nou voor het eerst starten. Voor jouw gevoel, heb jij het gevoel dat je nou echt eraan komt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een mooi begin is. Ik hoop dit de aankomende weken vol te houden. En dan zien we wel waar het zit bij. Ja, even terugkomend op maandag ook. Want maandag zijn we natuurlijk een slecht resultaat gehad tegen Emmen. Weer geen periodetitel. En één keer start jij in de basis. Heeft dat er ook mee te maken? Ik denk dat de wedstrijd van maandag, dat we daar niet zo goed waren. En dat de trainer vond dat er iets moest veranderen. En ik hoop dat dat goed is gegaan vandaag. En het is natuurlijk altijd anders thuis tegen Fortuna als uit bij Emmen. Maar ja, ik hoop dat ik naar boven binnenveld. Ja, natuurlijk wel een prachtig debuut in de basis. Je start, je maakt een doelpunt en je krijgt ook nog eens een publiekswissel. Ja, klopt. Dat is zeker heel mooi. Ja. You already said that your first impressions of Breda are good. How did you experience your first home game? It's also very good. Supporters was really good. I like to play on supporters with supporters. And of course you're a striker, just like Sjoerd Ars. Does it feel like he is a competitor for you, or can you play together? Yeah, we can play. All times I played second striker, two strikers. I like to play like this also. I can play alone. I can play together with us. If I would ask you how many goals you're going to score in this in the coming months, would you give me a prediction? I don't want to say this. I just keep. I have target, but I don't say no. Ik heb het uitzeker naar mijn zin. Ik heb een prima TD waar ik mee kan werken, Hans Melders. Waar we heel veel op één lijn zitten. We zijn heel veel aan het veranderen, ook intern. Ik heb het geweldig aan mijn club. Het is een geweldige club met supporters die zich laten horen. Ook als negatief. Maar daar heb ik geen moeite mee als dat het op een normale manier gebeurt. Dus nee hoor, ik heb het uitzeker naar mijn zin. Maandag organiseerde de Clubraad in Café Beatrix een technisch klankbordavond. Supporters kregen de gelegenheid om met Marinus Dijkhuizen, Sjoerd Ars en Hans Smulders in gesprek te gaan over het technisch beleid en de prestaties van NAC. Voorzitter Sander Rademaker legt uit waarom de Clubraad deze avond organiseerde. Nou, deze avond was voornamelijk georganiseerd omdat Marinus, Hans en Sjoerd nog relatief kort bij NAC zijn. En om ze gewoon nader te kennis te laten maken met de supporters, wat er leeft, welke dingen belangrijk vinden, hoe tegen dingen aankijken. En dan kunnen ze een voordeel mee doen en uiteindelijk is dat beter voor NAC. In drie rondes van een half uur rouleerden de supporters langs de hoofdrolspelers van NAC. Sjoerd Ars kreeg in ieder geval niet de gelegenheid zich te verstoppen. Nee, precies. Want hij krijgt een ongezouten mening van zowat de hele tafel eigenlijk. Trainen jullie überhaupt wel op corners? Dat soort vragen krijg je dan. Ja, daar moet je als speler wel mee omgaan. En ik vond dat hij dat aardig goed deed. En hoewel algemeen directeur Justin Goetzee een vrije avond had, gaf ook hij acte de présence.
Ah, het is voor mij een vanzelfsprekendheid. Hè? Als je als club met supporters in gesprek gaat, vind ik dat ik daarbij hoor. En ik vind het ook leuk om te zien welke vragen er komen. Dan weet je, ik denk dat ik aardig weet wat er leeft, maar er komen toch altijd weer dingen tegen. Oké, niet aan gedacht. En ik vind het interessant om te zien hoe Hans en Marinus en Sjoerd daarop reageren. En echt gewoon een leuke avond. Hans Mulders had zich in ieder geval goed voorbereid. Hij had zijn beleidsplan meegenomen en gebruikte de avond om zijn supporters uit te leggen wat zijn technische plannen voor de komende jaren zijn. Denk ik dat NAC zowel één belofte en de jeugd 4-3-3 moet spelen. Dan weten we, spelers moeten ontwikkeld worden. Ik vind het altijd belangrijk dat we proberen uit te leggen waar we mee bezig zijn. En dat het beleidsplan er is en dat in een afrondende fase is, vond ik belangrijk om te delen. Ja, je merkt hoe het leeft. Je weet het natuurlijk al, maar je merkt hoe ze er mee bezig zijn. En met systemen en met dingen. En ja, dat is wel mooi. Dat vind ik ook wel mooi van deze club. Rond een uur of 10 zat het erop en kon de clubraad terugkijken op een meer dan geslaagde avond. Ja, het is echt een hele mooie avond. Goede inhoudelijke gesprekken. Gewoon, Marinus, Hans en Sjoerd, die vinden het volgens mij ook hartstikke mooi. Vertellen inhoudelijke prima dingen. Dus ik denk dat het een constructieve avond is. Goed voor de supporters, goed voor NAC. Absolute meerwaarde. Vlatko, weer beter? Ja, weer beter. Ja, hele week meegetraind nu en ik voel me wel weer gezond genoeg om een wedstrijd te spelen. Ja. Ik denk dat je wel morgenavond in de, of tenminste morgenmiddag in de spelersbus stapt, maar niet gelijk verkieten van meespeelt, hè? Nee, dat denk ik ook. Ik speel sowieso niet vanuit de basis en ik heb een hele week keihard gemist, dus dat lijkt me ook wel logisch. Nou zegt iedereen natuurlijk van de periode is natuurlijk allemaal prachtig en je moet hem sowieso winnen. Ik denk toch wel dat je een goede kans maakt trouwens tegen VVV. Ja, ik denk het wel. Ja. Kijk, het is heel simpel hoe ik erover nadenk. Als wij gewoon scherp zijn en dat ding doen die wij moeten doen, dan moeten we van VVV kunnen winnen. Nou ja, nu is het natuurlijk wel zo dat Sparta is... De meesten zeggen onbereikbaar. Ik denk het toch niet. Want stel dat Sparta zelf een paar punten laat liggen en zelf blijft winnen, dan toch aardig nog in kan lopen. Eén keer krijgen ze natuurlijk nog, hè, op Spangen. Ja, ik denk dat wij gewoon per wedstrijd moeten kijken. We hebben nu morgen VVV. Die moeten we zien te winnen. En vanuit daar doorbouwen. En wie weet zit er nog van alles mogelijk. Je hebt in ieder geval weer lekker kunnen trainen. Ja. Goeie reis morgen naar Venlo en... Kolbe. Ja, kom goed. Het gaat goed, jongen. Hey, bedankt. Graag dame. Morgenavond weer links half tegen VVV. Als het goed is wel, ja. Een echte linkspoot op links, zo hoort het ook, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. De onzin van dan maar rechts moeten geloven, doen we vanaf denken. Vind je zelf ook niet? Ja, dat vind ik ook. Nu is het wel zo dat is wel vrij uniek. Je bent het enige speler op amateurbasis in het eerste elftal van NAC. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben aan het begin van het seizoen bijgekomen op amateurbasis. En eigenlijk met de insteek om gewoon zoveel mogelijk mee proberen te pakken. En tot nu toe gaat het eigenlijk goed. Is het jouw ideale plek eigenlijk wel linkshalf of zeg je dat het liefst op nummer 10? Nee, ja, maakt niet zoveel uit. Linkshalf, 6 of 10. Ik heb overal gespeeld, dus ik kan overal wel redelijk uit de voeten. Nou, vorige keer tegen Fortuna zit was het een fraaie goal van je. Teken er morgenavond weer voor of niet? Als ik er nu voor kan tekenen, zou ik hem tekenen. Maar dat is even wachten natuurlijk. Succes morgenavond in de koel. Ja, dank u wel. Dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Morgenavond VVV NAC Breda. Eerder dit seizoen NAC VVV 0-1. Ja, het is toch wel te hopen dat morgenavond Ralf NAC een beetje wil matsen. En voor de meereizende supporters, zou ik zeggen, houd je hoofd koel in Venlo. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Graag tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.